Hey Yves Tiviers, goedenavond. We zitten in Marne-la-Vallée, of beter gezegd, we zitten zelfs op het Disney property. We zijn in Disneyland Parijs. Jawel, daar gaan we morgen naartoe. Morgen gaan we een hele dag spenderen in de Magic Kingdom hier in Disneyland Parijs. We zijn niet op ons hotelkamertje. Ik ben later gekomen vandaag. De rest was hier al. Die hebben we aan het shoppen geweest en zo. En nu zijn we op de hotelkamer. Heel mooie hotelkamer van de Radisson Blue Hotelgroep. En morgen verhuizen we naar een ander hotel. Naar een echt Disney hotel. Als ik me niet vergis, de Sequoia Lodge, dacht ik of zoiets. Ja. En voor de rest, kijk ook een tv. Kijk. Heel mooie tafel. Ook een koffiezet-theemakertje. Tafeltje. Het bed. Kassen. Met een strijkijzer en een plank. Onze jassen die we er hebben gedumpt. Dat is de badkamer. Kijk. Bad. Met douche. Twee lavabo's. En ook nog een toilet. Met een schilderijtje erbij. En de rest is voor morgen. We zijn dus nog altijd in het Radisson Blue Hotel of verhuizen straks naar Disney Hotel. Ja. Misschien op de knop duwen van de lift. Met wie stond er op? Ik ben niet aangehaald. We gaan ontbijten eerst hier in het Radisson Blue Hotel. Je waren niet goed geslapen. Koud. Heel echt koud gehad. Schrikkelijk. Voor een ontbijtje in het Radisson Blue Hotel. Ik moet zeggen, het is een heel prachtig en uitgebreid ontbijt. Amai, echt chic. Het andere gepeupel hier aan tafel is mij aan het uitlachen, omdat ik 's morgens radijsjes eet. Het is kei lekker. Veronique liep voorbij de toosje en die dacht bij haar eigen, welke idioot pakt naar 's morgens radijzen? Blijkbaar de idioot waar ze mee slapen is. Het is kei lekker. Alleen de kaas, niet zo. Ontbeten en we gaan zo dadelijk inchecken in het Sequoia Hotel van Disney zelf. En dan gaan we voor de rest van de dag natuurlijk naar de Magic Kingdom van Disneyland Parijs. En het is prachtig weer, echt waar, de zon schijnt. We hebben echt een goede moment uitgekozen blijkbaar. Dank u, weergoden. Het is wel koud natuurlijk, maar je kleedt u eigen wat deftig aan. En voor de rest gaan we er gewoon op het gemakje een ontspannende dag van maken. Gelukt om een plek te vinden. Op de parking. Ik heb nog nooit niet meegemaakt hier in de Sequoia dat de parking zo vol staat dat er mensen al moeten parkeren op plekken waar je normaal niet mag parkeren. Ik heb ook even van hoofddeksel verwisseld, want het is toch wel vrij koud. En als ik nu één ding niet graag heb, dan is het koud. Je kunt te voet naar Disney wandelen vanuit, vanuit een van die Disney hotels die onder het meer liggen, het Disney Lake. Er zijn er drie die er liggen, Newport Bay, New York en dan de Sequoia. En we moeten voorbij dat meer wandelen. Even laten zien, meer. Voilà. Dat was Barbara, dat was niet meer. En dan wandelden we zo, helemaal door Disney Village. Dat is gewoon waar het alle restaurants en winkeltjes liggen. Wandelden we zo naar één van de twee parken. Je kunt dan kiezen ofwel de Magic Kingdom, waar wij nu naartoe gaan, ofwel de Disney Studios.
even in het Disney Village in de winkels aan het rondlopen en net heb je eens gevraagd als je hier iets koopt of zo, of dat je dat naar je hotel kunt laten sturen. Dat gaan, dan moeten we dat wel voor 3 uur 's middags doen. Niet in de Magic Kingdom gerokt, alleen in de winkels en we hebben hier al goed ons best gedaan. Al goed dat je allemaal naar het hotel kan laten sturen. Nou, het is binnenkort Veronica haar verjaardag en ze had graag een aantal dingen dus. Dan geef je dat gewoon, hè. Als het kriebelt, moet je kopen. Dat is mijn slogan. Je moet je eigenlijk niet in de shit helpen natuurlijk. Als je het kunt en het kriebelt, moet je kopen. Dat doet Barbara ook al. Barbara kriebelt tot ook regelmatig en dan koopt zij ook. Dus. Daar liggen de studio's, maar wij gaan naar de Magic Kingdom. Yay! We zijn er gerokt. Eindelijk. Al die 5 winkels. En wel een bankrekening die al wat minder staat. Zijn we er. Mijn nieuwe thuis. Ja, ik heb het kasteel van Doorn en Roosje overgekocht. Vanaf nu gaan we hier wonen. Veel gezelliger, hè? Vind ik ook wel. Nu, er was er niet een die aan het poseren was met een voetbalvlag voor het kasteel van Doorn en Roosje. Je zou ze direct uit het park mogen gooien van mijn part. Ik stond er niet met een voetbalvlag te poseren voor dat prachtig kasteel. Allee. Pirates of the Caribbean, het paradepaardje van Disneyland al jaren. Alleen, misschien hebben we het straks nog eens gaan doen, want nu krijg je te veel naar de foto's dat je zou filmen en fotograferen. Nog nooit niet meegemaakt, maar vandaag moet er vooral de eerste keer zijn natuurlijk. In die boom kun je helemaal in. Ooit al eens gedaan, maar ze willen niet mee. Maar, die waar? Ze willen eten. Ja, ik juist niet. Ik heb de laag in de boom. Waar heb ik gezegd? Waar kom je altijd nog? Dat je de laag in de boom te gaan. Dat is dus niet waar. Ik heb dat nooit niet gezegd. Ik heb gezegd dat het alleen handiger zou zijn. Dat je naar boven wordt gedragen. Okay. Dit plekje hebben ze helemaal aangekleed naar aanleiding van de nieuwe Disney film Coco. Ja, helemaal aangekleed. Prachtig gewoon.
gegeten. We hebben frietjes gepakt, speciaal frieten en ook een paar speciale koekjes en een salade. Komt allemaal wel te zien. Dat is ook maar tijdelijk dit. Dat is een cactuskoekje, speciaal voor Coco en cactus doodshoofd. Ah nee, een doodshoofd, sorry. Cactus doodshoofd. Frieten. Ik heb gevraagd speciaal die met de haartjes. Voor alle mensen op YouTube, je kent waarschijnlijk het filmpje nog, Two Girls, One Cup. We hebben 2 tacos en 1 cup. Ook gross, hè? Exclusief wil je nu te krijgen vanwege de film De Coco Choco met souvenirmug. Ik weet dat er geen vloggers die er een kunst van maken om dat zo schoon mogelijk proberen te filmen. Ik kan ze beter nog eens een poging doen natuurlijk. Ja. Iemand die daar nooit niet in gaat. Nope. We zijn op weg naar de Small World, ook een van onze favoriete attracties. Waar we nu moeten aanschuiven, nog nooit niet mee. Parade wilt zien, is op goed op tijd of je krijgt tijd.
Zo, uiteindelijk toch nog een goede plekje gevonden voor de parade te kunnen zien. Dat is de enigste parade trouwens hier in Disneyland Parijs. En nu moeten we een klein beetje spoilen, want we hebben nog een fastpass voor Peter Pan. Nou, Peter Pan heb ik een piespan nodig. Een toilet dus. Nu, af en toe kunnen we een fastpass nemen, betekent dat je sneller in een attractie kunt. Want met Peter Pan bijvoorbeeld is het heel populair. En dat is nog altijd om dit uur van de nacht nog altijd 45 minuten aanschuiven. Met een fastpass kun je dat aanzienlijk inkorten. Die zit hier in Disneyland Parijs. We hebben een cadeaukort waar we mogen mee eten, die niet mancheert. Ik vraag voor dat doosje dat ik al een hele nacht vasthoud aan een winkeltje van een zak krijg. En ik krijg geen plastieke zak. Alleen als ik het koop in de winkel. What the fuck? In Amerika, als je nog moet lot zien, en dan smaar ze met de zakken er ook op. En dat die kort niet mancheert, dat doen ze alles aan dat de kort mancheert. Dat is geen slechte score om met één hand kasken te besturen en te schieten houden. Dus best wel goed gedaan. Voilà, dat was het. Dat was ons dagje Disney. Was heel leuk, buiten een aantal minpuntjes waar ik het nog wel over ga hebben. Maar in ieder geval, was weer prachtig, hè. De laatste show met al het vuurwerk. We gaan stilletjes aan naar ons hotel. Het is goed geweest. Echt waar.
Zo, beste vrienden, dat was ons dagje Disneyland. Nu, je gaat waarschijnlijk denken van, amai, die neef, die heeft precies kaart geschreeuwd. Want die ogen, dat is niet normaal rood. Dat is van contactlenzen te dragen. Ik denk dat ik toch eens best naar een specialist gaan voor contactlenzen om maat te laten maken. Dat is misschien iets gezonder voor mijn ogen dan degene die ik nu pak. Maar zwart, dat terzijde. Dat was ons dagje Disneyland. Kijk, ik heb een nieuwe pet. Nightmare Before Christmas, the Jack Pit. Ik heb nog iets, een beker van de Starbucks. Spijtig genoeg geen beker van Disney. Dat zal nog wel iets zijn, hè? Starbucks Disney bekers. Maar wel deze gigantische beker. Hoe groter, hoe beter, want ik drink nogal graag warme drank. Vooral 's morgens als ik moet gaan werken. Nu, we hebben een fantastische dag gehad hier in Disney. Maar er zijn toch al een aantal dingetjes, best in Disney, die een klein beetje misliepen. Zo hadden wij met de boeking, konden wij kiezen ofwel een kind gratis meenemen. Nu, wij hebben geen kinderen. Ofwel een cadeaucheck ter waarde van €125. Waarmee dat je dus mocht gaan eten en shoppen in het park. Dus alleen in het park, niet buiten het park. Nu, dat ging een aantal keren goed, totdat we op een moment terug gingen eten. Kaarten werkte niet en uiteindelijk bleek dus dat het netwerk plat lag. Nu, we hebben heel veel tijd eigenlijk verloren door, door dat onder andere, doordat elke keer in het restaurant de kaart werd geweigerd. En dan om te gaan horen wat we konden doen en of we ons geld konden recupereren. Dat we normaal met die kaart zouden uitgeven en dat we nu cash hebben betaald. Dus het heeft ons wel wat tijd gekost. Eigenlijk tijd die we op een veel leukere manier hadden willen besteden in het park. Nu, op het laatste was die mevrouw, was een mevrouw die heel goed haar best heeft gedaan, maar de mensen in de restaurants, sorry beste Disney, maar we waren niet zo vriendelijk. Dat was ons probleempje dan met die cadeaukaart die we hebben gekregen. Ik had een souvenir cupje gekocht, je hebt dat gezien, van Coco, de Coco Choco mug. En dat was in een kartonnetje bij, dus in een doosje, zodat je dat veilig kon meenemen. Nu op een moment, je zit te sleuren met een kartonnen doosje, vrij onhandig. Dus ik ga nu even aan de winkels vragen of ik een plastieke zak zou krijgen, of ik een zakje zou krijgen. En ik kreeg het niet. Nee, die mensen was ook niet echt vriendelijk. En ik kreeg geen zak. Ik kreeg alleen een zak als ik nog een aankoop deed in de winkel. What the fuck? Really? Echt? Really? Plastieke zak? Gewoon voor mijn doosje in te doen. Trouwens, die mensen die dachten nog dat ik wou gaan lopen in het begin uit de winkel met iets dat ik wilde kopen. Terwijl dat het iets was dat ik in een restaurant had gekregen. Gekocht had. Sowieso, ik kreeg geen plastic zak. Dus ja, dat waren zo de twee minpunten van een dag. Maar voor de rest, we ons reuze geamuseerd natuurlijk in de Magic Kingdom. Misschien een idee, Disney. En dat is niet dat ik iets heb tegen kinderen of zo. Nee, ik heb totaal geen probleem met kinderen. Maar zou het is niet mogelijk zijn om één keer per maand, of wat ons al beginnen, twee keer per jaar, zo is een week alleen voor volwassenen. Geen kinderen, geen buggies, poes zitten. Hè? Gewoon alleen voor volwassenen. Dat zou misschien toch wel ook een schot in de roos zijn, denk ik. Ik ben er zelf zeker van. Het heeft gewoon niet te maken dat we iets tegen kinderen hebben of zo. Verre van, maar wel. Denk je dat ook eens leuk is, gewoon voor volwassenen, dat Disney alleen open is? Ik zou eens over nadenken. Echt waar, volgens mij gaat dat een super succes worden. Voor de rest, ik zeg het, fantastisch altijd om in Disney te zijn, echt waar. Ik kan al niet meer tellen hoeveel keer dat we hier ondertussen zijn geweest in al die jaren. En het is goed geweest, voilà, dat was het. Over and out. Bye.